En welkom bij part 13 van de nieuwe speedrun commentary. En ik denk dat dit de laatste part wordt, want de huidige positie is 18. Nou, drie races, stel in elke race 6 man inhalen, houdt in dat we eerste plek zijn en dus hebben gewonnen en dat is het einde van de run. Nou, het zal er waarschijnlijk 8 en nog iets zijn. Nou, 6 plaatsen, zie je, het begint goed. Dus dat gaan we even doen. Dus waarschijnlijk is dit het laatste part, ik weet het niet zeker, maar ik gok ervan wel. Volgens mij hebben we hier ook een tankstation, dan kan ik ook altijd nog de andere auto pakken. Hoe noemen we dat ook weer? McLaren, MPC, 412. Maar daar komen we zo achter als er nog tankstation komt. Volgens mij wel hier. Oh, daar hebben we ook politie. Gezellig. Die Porsche die rijdt ook wel prima, dus kan ik wel zijn dat ik gewoon een Porsche hou. Hij rijdt wat chill. Dus met de centrifuge op zijn dak. Maar we gaan toch maar even hier naartoe. En de politie die zoekt ons. Dat is ook zo mooi. Wij gaan gewoon hier staan, er is niks aan de hand. Wat dacht je daarvan? Sinds wanneer kan een Subaru Impreza? Oh, omdat het een rally versie is. Dacht al, hier, dit is een SLS. Zie je, het was een SLS wat ik zei. Dat is die. Dat is de SLS. Daar hebben we nog de McLaren MP412C. Ik zat een beetje verkeerd met de MPC 412. Die is ook wel heel chill. Die gaat 340. Dan hebben we hier nog Mazda RX-7R. Nog wat. Vind ik niet mooi. Mustang. El Camino. Ik, even kijken, wat pak ik? Op zich blijft deze wel chillste trouwens. Die Porsche. Als ik heel erg ben. Maar we gaan toch voor de McLaren. Even een kit uitzoeken. Standaard, stelpakket 1. Verandert vast wel iets. En we hebben een racepakket. En die heeft een spoiler. En ik weet niet wat ik met spoilers heb, maar we pakken die met spoiler. En dan pakken we een mooi fel kleurtje, zodat we lekker opvallen. Kijk eens, zo mooi. Nou, en de politie die ons net zocht, die rijdt gewoon een beetje om ons heen. Daar ging bij het tankstation, dan maakt het allemaal geen hol uit. Ik moet alweer iedereen in gaan halen, dat is ook weer zo chill. Maar de vorige keer dat ik een restart deed, nou met herkansing, pakte die deze auto. Maar ik denk, als ik het nu doe, dat ik zeg van fuck you. Maar we zullen proberen. Maar dat was de vorige keer wel zo. Nee, hij zegt gewoon welkom met Young McLaren. En dan komen we dus weer langs het tankstation. Wat dacht je daarvan? Die auto rijdt wel chill en niet chill tegelijk. Aan de ene kant rijdt hij chill en aan de andere kant rijdt hij kut. Hij rijdt niet zo fijn door de bochten heen. Als die Porsche. En hij heeft nou geen spoiler meer. En daar hebben we die Porsche. Daar hebben we... Oh, fuck. Politieblokkade. Oh, zag mij dat doen dan. Dat was echt super leuk. Jullie moeten optieven. Oh, dat ging nog maar net goed. Dat was echt lucky, lucky, lucky. Dus zij kunnen een dikke tering krijgen. Hoop ik. Ook nog nu, zeg maar. Dat zou nog fijner zijn. We moeten nog 4,7 kilometer en nog 2 plekken. Lopen we inmiddels al 20 seconden achter op Toyo dingen. En wat de fuck gebeurde daar allemaal? Beter ga je mij niet beuken. Oh, en daar hier. Nog beter. Titanium lantaarnpalen. Die moeten we ook hebben. Naast de trottoirbanden van titanium. Dus de stoep van titanium moeten we ook nog even titanium lantaarnpalen hebben. Want die werken super goed. En wat ik net super goed deed. Toch net al langs gaat nou vol mis. Ook alweer iets goeds. En we hebben nog 2 kansen. Dat is niet goed. Maar we gaan er gewoon rechts zo eromheen. Dat zeggen we ook dikke vinger tegen. Dus het blijft hetzelfde verhaal. Dikke vinger tegen de politie en rijden en inhalen. Daar komt op neer. Ondertussen gaan zij met beuken in mijn achterkant. Maar niet uit hoe je het eigenlijk wil gaan verwoorden. Het klinkt allemaal fout. Beuken in mijn achterkant. Reed. Whatever. Dan gaan we even een andere McLaren inhalen. Hallo McLaren. En een Lambo. Volgens mij. Ja, dat is een Lambo. Dat is een Murcielago zelfs.
Maar of is dat een Aventador? Dat, nee, dat is een Mucilago SV Veloce ding. En dat was echt gewoon lucky, omdat ik de politieuitschakeling had, knalde ik niet tegen de vangrail. Dus het kan ook makkelijk zijn, die video. Blijkbaar. Dus ook voor het eerst trouwens. Vorige keer was het alleen maar irritant, want toen verloor ik. Dus toen besloot mij te gaan blokken in de tussentijd. Maar nu is het wel anders. Als we maar niet tegen allerlei telefoonmasten aanknallen, komt alles goed. En dan vliegen wij nu over de finish in. 3, 2, 1. Pam. En dat was de eerste race. We zijn nu plek 12. Oh, zo mooi. Onderscheidingen, nou krijgen we XP en shit. Je levelt daar gigantisch langzaam in deze game. Zo leg dat je dit miljoenen uren gaat spelen, volgens mij. Maar we gaan gewoon verder met run. Zulu 33, join the pursuit. Krijgen we nog in een zwart beeld. En vervolgens krijgen we... Hey, Mila Belova. Dat was een part, weet ik veel wat. Moesten we al tegen hun twee. Dat zij is de rich bitch. En die andere was de monteurs meisje. En ze hadden die auto. Allebei. 370. En dan moeten we dus van haar winnen. Dus dat wordt leuk. En we gaan gelijk links. Oh, wat niet kan. Kom op. Dat lijkt zo mooi op een shortcut. En nou moeten we gelijk al... Dat, wat. Ik kan net zo goed restart race doen, maar er zit zo'n catch-up systeem. Niet catch-up, maar catch-up systeem bij. Geen tomaten ketchup. Maar om ja, bij te komen kijken, want hier zijn we al. Hallo, oké, doei. Nou, dat was het. Simpel hè. Rivaal ingehaald plus 500. En vol gas. En niet uit het hekje knallen. En niet gelijk de bam in knallen. En niet haar voorbij laten. Dat gaat, gaat echt super lekker nu. Mijn rijkwaliteiten gaan echt flink achteruit, merk ik. Hoe later het wordt op de dag. Maar we komen er wel. We komen er wel. Als ik niet over het regen aanknal. Komen we er wel. Wat de fuck zijn er? Wat de fuck waren dat voor pixelbomen dan? Die bladeren, dat was echt gewoon volle pixel. Als ik ik ben. En wat nog kutter is, er zit een spiertje nou in mijn voet verkeerd. En die doet nou fucked up zeer. Dat is echt interessante informatie ook. Maar dat is echt gewoon kut. De spiertje die nou net verkeerd zit, de hele tijd jengelt dan maar. Zo heet anders dat. Maar ja, nog 3 kilometer vast volhouden. Vast volhouden. Nee! Stomme kutkruisler wat er stond. 300C. Die blokte mij. En ja, fuck dat busje. Hier, weer een botsing. Botsing met 10 km per uur. 10 km per uur. Moet je kijken wat voor gevolgen dat daar. Ik vloog vol hard over de kop heen. Was dat niet gewoon super pro? Over de kop heen vliegen met 10 km per uur. Dan komt hier zo meteen weer een busje. Goh, kijk, een busje. Het zijn gewoon allemaal scripten. Die hele game is gewoon scripted. Behalve wat je zelf rijdt. Dat is nog net niet helemaal scripted. En zij is naar de tering, want ik heb hem gebeukt. Nou, dat klinkt ook fout als je een beetje raar doordenkt. Maar we krijgen nog haarspeldbochten en dan is race 2 klaar. Dus dat wordt nog wel een volgende part. Dit was een allerbeste drift. We gewoon stil stonden, dus dat is echt gewoon crap. Deze wordt beter. Ja, maar daar krijgen we minder punten voor. Waarom weet ik niet. Het driftsysteem. Het driftpuntensysteem, dat werkt van geen ene meter blijkbaar. En we hebben nog een checkpointje net voor de finish. Maar we snijden gewoon wat. En dan komt het alles goed. Hier, hier hebben we de bladeren en de herfst waar ik het over had. En weet ik veel wat voor part. Daar hebben we het al. Oh, zo mooi. De een is het zonnig, dan is het winter en dan is het herfst. Allemaal in dezelfde race. Het zijn gewoon, ja, fantastisch. Zo mooi. Amerika is zo groot met allerlei seizoenen. We zijn plek 11. Dus dat is goed. Nog één race en dan...
Dan gaan we naar de volgende part. Met de McLaren. En waar zijn we? We zijn denk ik in... Oh, net was Deer Park. Nou is het Sawmill Drive. Big Run State Park. Justin. Totale runtime. 1 uur, 50 minuten en zoveel seconden. En nog 547 kilometer. Half verloren tijd in. Nou, dat is nog geen eens een race tegen andere lui, maar dat is gewoon... checkpoint rit met allerlei blaadjes die van ons dak afvallen en zo. Dat is wel vet trouwens. Dat ziet er wel cool uit. Ik tik even die bordjes weer. Dat is niet mooi. Speed limit. Oh, hier politie. Dat was zo te zien. Kijk, een Lamborghini. Wat mooi. Een Lamborghini. Wanted suspect. Bla 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 bla. Vol gas. Opgelost. Krijg de kettering. Ik tik hem zo wel even een boom in. Ik weet het dat ik zelf de boom in ga als ik dat doe. Maar ik doe mijn best. We zijn nog voor hem aan het gaan. Aan de kant met je Cadillac. Jij ook met je Lambo. Oh, kom op. Hier, dat... Oh. Ja hoor. Hoe wil je het voor elkaar krijgen? Opgetiefd. Oh nee, niet weer van die lui. Als ik ergens een enkel aan heb, zijn het die lui. Het is wel een mooie Lambo, klinkt wel lekker. Dat is een Gallardo. Michelago vind ik ook nog steeds wel vet. Hier bam, boompjes optikken en zo. Dat maar net goed. Chill. I'm gonna try something new. Dat klinkt echt niet veelbelovend ook. Ze hebben ook gewoon geen spijkermatten, hè? Dat is zo nice. Ze kennen gewoon het hele begrip spijkermat niet. En dan ben je sowieso niet, hè? Elke keer. Maar dat kennen ze niet in. Gewoon fucked up chill. En dat was minder chill. Nee, dit is wel weer chill. En we lopen bijna een minuut achter Toyota en we gaan een boom tikken. En dat hielp eigenlijk, want nou wist ik dat ik daaromheen moest. Naar welke kant. En die drift gaat een beetje mis. Het is ook gelijk heel modderig en shit hier, zie ik. Dat beïnvloedt het rijden ook niet echt. Maar we komen er wel. Is dit de laatste controlepost? Volgens mij wel. Nee, ja. Nou, dat was het alweer. Gaat lekker. Dat was part 13. We zijn nog steeds niks opgeschoten qua runpositie. Dus part 14 moet het dan allemaal gebeuren, denk ik. Dat wordt dan een hele lange part. Denk ik. Maar kan ook zijn dat één race is van 8. En nog een race van weet ik veel wat. Maar daar komen we dan wel achter. Het was me een genoegen. Ik zie jullie de volgende keer weer in part 14. Like, comment, favorite, subscribe en de ballen. Skate nieuws dan later.